Ik ben Dennis Brouwer. We zijn hier bij Melet in Schorrel, Hotel Melet. Ik ben dan chef-kok van het restaurant met de ster. Vanaf mijn vijfde ongeveer, wat ik van mijn ouders altijd hoorde, was het of politieagent of chef-kok. Het is chef-kok geworden. Kleine, 15 jaar later ben ik ook daadwerkelijk chef. Ik ben hier gekomen via Jonathan van Zandbergen. We hebben al 4 jaar in Omerhaven ergens anders gewerkt. Via hem ben ik eigenlijk hier terecht gekomen. We hebben dus sashimi gemaakt van zeebaars. Eigenlijk van het rugstuk hebben we hele dunne plakjes gemaakt. Die hebben we gevuld met een tataar van de buik, ook wel de toro genoemd. Wat vetter, mooie smaak, rollen we hem op. En daar snijden we eigenlijk hele mooie dunne rolletjes van. Caviar erop en een vinaigrette van het karnemelk en zeekraal. En het kommetje daarnaast hebben we een salade van quinoa, kokkels, oester. Wat zilteplantjes, sorbet van Granny Smith appel en wat calamansi. We hebben de zeebaars en daarnaast hebben we de zeetong. Ook gewoon echt een supermooie vis waar we heel graag mee werken. In dit geval hebben we daar een rouleau van gemaakt. Zacht gegaard in de rode. 250 graden, blijft hij mooi juicy van binnen. Die hebben we even kort gebrand. Dan een lak van kapperblad, heel fijn gesneden eroverheen. Klein beetje zwarte knoflook, wat aubergine. Kanterellen uit de buurt, die plukken we zelf. En wat vlierbloesem. En ook die is nu mooi in het seizoen, dus ook die hebben we mooi gebruikt. Ja, mijn grootste inspiratie, Cas Spijker. Een hele flamboyante man. En die bracht echt weer voor mij de fun in het koken terug. Daar ook naar school geweest in Twente, Cas Spijker Academie niveau 4. En daar gewoon met enorm veel plezier en toewijding. Ook dankzij hem heeft het toch natuurlijk opgezet. Waar het voor mij begon, mijn carrière. Voor mij was dat wel echt een beetje de rode draad door mijn carrière. Dus meneer Spijkers. Hetgene wat ik altijd zeg, ook tegen onze nieuwe leerlingen, nieuwe stagiaires, ga zoveel mogelijk zien. Ga zoveel mogelijk doen en blijf niet te lang hangen bij hetzelfde restaurant. De meest veilige keus is om dezelfde plek 5, 6 jaar, 7 jaar lang te blijven zitten. Hetgene waar je jezelf het meest ontwikkelt is gewoon zoveel mogelijk te zien. Zeker als leerling zijn, ga gewoon lekker zoveel mogelijk restaurants af. Ga gewoon van zoveel mogelijk chefs leren. Internet is altijd een hele goede. Kijk lekker op social media. Ga niet kopiëren, maar gebruik het wel. Dus ja, pak gewoon een gerecht en maak er gewoon je eigen, of draai er je eigen twist aan, zeg maar. Dat is hetgene wat ik altijd adviseer en wat ik ook zie, dat gewoon het beste helpt. Nou, wij werken al een aantal jaar met ATL. Gewoon heel goed contact met die gasten. Ze regelen alles. Groot voordeel is dat ze op zondag open zijn tegenwoordig. Waardoor als wij wat vergeten, dan hoef ik 1 belletje te doen. Dat wordt geregeld. Kwaliteit supergoed. Af en toe een uitje. Dat zorgt ook dat we er graag mee werken. Kwaliteit, voor ons het belangrijkst. We zijn een restaurant die heel veel met vis werken. Bij ons staat kwaliteit gewoon bovenaan. En ATL, die regelen dat gewoon. Vandaar dat wij daar heel graag mee werken.